Goeiedag en welkom bij aflevering 6 van mijn Gear Mode met Feyenoord. Eerst en vooral de topper van deze aflevering. De uitwedstrijd tegen Ajax. Oh man, hier heb ik zoveel zin in. Toedoet, er wordt wat van de spelers gevraagd deze wedstrijd die zinderend belooft te worden. Beste kijkers thuis, welkom. Goeiedag allemaal en welkom in de Johan Cruijff Arena voor de wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en Feyenoord Rotterdam. Wedstrijdcommentaar is in de handen van Evert ten Apel en Juri Mulder. Ajax Feyenoord, de klassieker. En ik heb er zoveel zin in. Het belooft een intrigerende wedstrijd te worden vandaag tussen. Wij zijn het best scorende team in de competitie, maar zij zijn het beste defensieve team in de Eredivisie. Dus dit wordt een harde wedstrijd. Welke opvatting het zal winnen van de ander? Mijn pronostiek is een 1-1. Op voorhand, dus we zullen zien wat het wordt. Ik hoop natuurlijk op de win, maar het is een heel sterke ploeg, Ajax. Dus we zullen zien wat we kunnen doen hier, en zeker hier in Amsterdam. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat mijn team zijn kop ervoor gaat leggen voor een goed resultaat te halen. Het is aan de opstelling voor Ajax. Op de bank zit Lamproe, Sinkgraven, Van Beek, Dolberg, Nissen Christensen, Schöne en Huntelaar. En dan de basiself, Onana in doel. Dan Pekarik, Weber, Blind, Tagliafico, De Jong, Tadic, Ziyech, Bandé, Luis. En rechts heb ik het niet kunnen lezen. Tapia, Van Beek, Rosario, Essity, Ayoub Larsson en Jurgensen zitten op de bank. Manager Nick Albrecht. In doel Vermeer, dan Sint-Juste, Botteguin, Van der Heijden, Haps, Velena, Klaas, Torenstra, Bergwijn, Van Persie en Berghuis. We zijn eraan begonnen. Dan Berghuis. Bergwijn en die gaat binnen. Eerste kans van de wedstrijd voor Feyenoord en het staat 0-1 hier in de Johan Cruijff Arena. En daarop vieren we een feestje. Steven Bergwijn met het belangrijke doelpunt. En zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Dan Klaasie. Die gaat naast. Dan Vilena. Ook net naast. Ja, dat is een prima poging. Dan moet je natuurlijk een beetje geluk bij hebben. Er liggen mogelijkheden hoor. Dan Haps op de linkerkant met de voorzet. Balko bij Vilena en die trapt die binnen. 0-2. Net voor de 40ste minuut. En wij zijn on fire. En Ajax is absoluut Ajax niet vandaag. Vilena met het belangrijke tweede doelpunt. En hopelijk kunnen we dit vasthouden tot aan de rust. Voor Vilena is zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. En dan gaan we rusten met een 0-2 voorsprong. Een oververdiende 0-2 voorsprong. We hebben veel meer kansen gehad als Ajax. Want Ajax heeft er gewoon geen één gehad. Dus we gaan hier rusten in de Johan Cruijff Arena met een 0-2 voorsprong. En daar ben ik zeer blij mee. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan Ziyech met de eerste kans voor Ajax, maar die trapt hij voorlangs. Dan Sint-Juste naar Van Persie en gered door Onana. Dan Van Persie, Bergwijn en die gaat hij binnen. Op de 69ste minuut scoort Bergwijn de 0-3. En als je het mij vraagt, wedstrijd gespeeld.
Voor Bergwijn zijn tweede van de avond en zijn tweede doelpunt in de Eredivisie. Dan gaan we wisselen. Pablo Rosario, Sam Larsson en Nicola Jurgensen komen erin voor Berghuis, Bergwijn en Van Persie. En Vilena met het schot gered door Onana. Dan de corner met Vilena. Wordt daar gekopt door Toornstra en de 0-4. Net voor het einde van de wedstrijd 0-4. En harde cijfers hier in de Johan Cruijff Arena voor iedereen die Ajax gezind is. En dan is de wedstrijd afgelopen. Winnen hier zeer makkelijk met 0-4 op het veld van Ajax in de Johan Cruijff Arena. En daar zijn wij heel content mee. En Ajax ligt plat op de mat. Dit is zeer goed. We hadden al een voorsprong op Ajax. En nu maken we die nog groter. Dus dat is zeer positief. Dat is toch wel samen met PSV onze grootste concurrent. En ik weet dat het vroeg is op het seizoen. Maar als we nu al zo'n voorsprong hebben op Ajax, is goed meegenomen. Eindstand hier 0-4. Dan hebben we ook besloten voor in deze career mode de moeilijkheidsniveau te verhogen naar wereldklasse. Omdat het toch een beetje te makkelijk werd. Dan zijn we nu klaar voor onze uitwedstrijd tegen PEC Zwolle in de Oranje Beker. We gaan weer bekeren. Goeiedag allemaal en welkom in het MAC 3 Park Stadion. De thuisbasis van PEC Zwolle. En zij ontvangen Feyenoord voor de Oranje Beker. Wedstrijdcommentaris Evert ten Apel en Jori Mulder. Te bekijken speler is Nicola Jurgensen. Hij scoorde 3 doelpunten in de laatste 3 wedstrijden. En hij is in vorm. Nog een te bekijken speler is Diederik Boer, de doelman van PEC Zwolle. En zijn we bijna klaar voor 10 opstellingen. Wisselspelers bij Zwolle zijn Pouzanis, Ligion, Elbers, Smakka, Koppers, Hamer, Van der Hart. In doel Boerden, Ezibi, Ezibue, of zoiets, weet ik niet. Lam, Lachman, Van Polen, Van Krooi, Leemans, Flemming, Dekker, Namli en Van Duinen staat in de spits. Dan voor Feyenoord, Van Geertruida, Skoulason, Kokshu. Aluko, Helankuri, Van Persie, David, manager is natuurlijk Nick Albrecht. Dan Vermeer in doel, Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malassia, Essiti, Rosario, Ayoub, Larsson, Oliveira, Souza en in de spits, Nicolai Jurgensen. Dan beginnen we aan de eerste helft. Dan Van Duinen trapt naast. En er is een fout gebeurd en Malassia zal daarvoor een gele kaart gaan krijgen. Ik laat jullie absoluut nog eens de fase zien waar het om gaat. Hier ziet u het. Deze tackle heeft Malassia geel opgeleverd. Dan de kans van Duinen, maar Vermeer met de redding. Dan wordt daar naast getrapt door Leemans, dat ik het juist had. Dan Larsson, Jurgensen en de 0-1. We leiden in de Oranje Beker net voor rust. 0-1. En dat is een prachtig moment om te scoren. Al zeg ik het zelf. Nicolai Jurgensen met zijn eerste doelpunt in de Oranje Beker. En dan gaan we rusten in een wedstrijd die eigenlijk PEC Zwolle domineert. Het staat voor heel de klasse. Het is echt gevoel dat het echt moeilijker is. Dus
We leiden wel en dat is zeer belangrijk, want ik wil graag verder in de Oranjebeker. En zo is de ruststand 0-1, maar PEC Zwolle is zeker geen slechte ploeg. Dan beginnen we aan de tweede helft. Dan gaan we een wissel doorvoeren. Sonny Aluko en Aris Kulasson komen Olivera Souza en Tyrol Malasia vervangen. Zij waren beide geel geboekt. Dan Elbers en die scoort zomaar de gelijkmaker. Fout daar in de defensie. En Zwolle straft dat af en scoort de 1-1. Dit is jammer. Maar we hebben nog 20 minuten voor er iets aan te doen. Dan Ayoub. Jurgensen en op de paal. Grote mogelijkheid, Jurgensen. En dan is de reguliere tijd afgelopen. En we gaan naar de verlengingen. We hebben het niet kunnen klaren in 90 minuten. Dus hopelijk kunnen we het klaren in de volgende 30 minuten. Einde van de tweede helft, 1-1. Dan beginnen we aan de eerste verlenging. Jurgensen in de diepte gestuurd naar Essity. En Essity scoort de 1-2 in de 92e minuut. Goed meegekomen daar. En een zeer belangrijk doelpunt. Hopelijk kunnen we deze voorsprong vasthouden. En komen er geen penalties, want daar ben ik absoluut niet goed in. Anderson Essity, zijn eerste doelpunt in de Oranjebeker. Dan gaan we een wissel doorvoeren. Rosario gaat eruit. En David komt erin. Die wissel had ik al doorgevoerd voor de 1-2. En Scamacca wordt daar weggekopt. Van Duinen trapt hem onbesuist over. Dit was de kans voor PEC Zwolle voor weer gelijk te komen. Scamacca. Van Duinen. Er van meer met de redding. En dan gaan we rusten in de verlenging. Met een 1-2 voorsprong. Zwolle komt nog heel dicht. Dus hopelijk kunnen we de volgende 15 minuten het spel doodleggen. En we zorgen dat we hier doorgaan in de Oranjebeker. Dan beginnen we aan de tweede helft van de verlenging. Dan Elbers op het einde van de verlenging. Recht op Vermeer. Maar nog niet gedaan. Van Krooi met de voorzet. Elbers. Elbers brengt hem voor het doel, maar Vermeer kan pakken. En dan is de wedstrijd afgelopen. We gaan door in de Oranjebeker. En het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar we gaan door en dat is het belangrijkste. Ik moet er nog een beetje gewoon worden, die wereldklasse, maar dat zal wel lukken. Maar het is zeer belangrijk dat we hier doorgaan in de Oranjebeker. En zo hebben we toch weer twee van de drie afleveringen deze aflevering al gewonnen. Hopelijk kunnen we straks met de simulatie de derde wedstrijd ook winnen. Want het zal belangrijk zijn. Eindstand hier in de Oranjebeker. PEC Zwolle 1, Feyenoord 2. Op het einde van de verlenging. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. Thuis tegen VVV Venlo. En die gaan we simuleren. En die gaan we spelen met onze B-ploeg. Dus dat is Vermeer in doel. Dan Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Malasia, Oliveira, Souza, Essity, Rosario, Larsson, Ayoub en Jurgensen. Na een kwartier speel nog altijd 0-0. Dan wordt er... Rosario is geblesseerd en Aluko komt in zijn plek en VVV Venlo staat voor. En we verliezen thuis van VVV Venlo en hebben zo onze eerste plaats weggegeven aan PSV. Dan gaan we kijken naar de stand. Dus we staan, ja, inderdaad, onze eerste verliesmatch heeft ervoor gezorgd dat we niet meer eerst staan. Op dit moment eerste PSV met 27 punten. Dan volgen wij op 1 puntje met 26 punten. Dan Heerenveen met 21. FC Utrecht heeft er 20.
Dan met 19 ADO Den Haag en Ajax. 18 punten heeft AZ. Vitesse heeft 15, net zoals NAC Breda. Met 14 punten op de 10e plek FC Groningen. Dan met 13 punten Fortuna Sittard, Excelsior. Met 11 punten PEC Zwolle. Met 10 punten Willem II. De Graafschap heeft er 9. VVV Venlo heeft er nu 8. Heracles Almelo heeft 7 punten. En FC Emmen laatste met 2 punten. Ga even kijken naar de topschutterstand. Dus Pahebeek van FC Utrecht op kop met 7. En dan met 6 Jurgensen van Krooi. Bij de assisten staat Toornstra op kop met 4 stuks. Met 3 stuks dan Rojas, Ayoub, Romero en Neres. Bij de 0 tegendoelpunten op kop Eduardo van Vitesse, Vermeer van Feyenoord en Onana van Ajax. Dit was het dan voor deze aflevering. Kotura genoten heeft. In de volgende aflevering spelen we de wedstrijd tegen Dynamo Kiev. We gaan de wedstrijd tegen Heracles simuleren. En we spelen de wedstrijd thuis tegen Groningen. Dan dank ik jullie graag voor het kijken. En ik zie jullie heel graag terug bij de volgende aflevering. Bye bye.